Dus voor de mensen die weten wat parapanten is, ja, opstijgen, ja, en dan zoeken hé, waar dat stijgt. Dat is niet altijd even simpel. Zeker op een dag als vandaag, ja, het stijgt niet overal en is het veel zoeken, veel zoekwerk. En zit je laag, moet je voortgaan op het relief. En als je wat hoger zit, dichter bij de wolken komt, dan kun je naar de wolken toe gaan. En dan kun je voortgaan op de wolken. En vandaag, en nu, op dit moment zit ik er een beetje tussenin. Dus het is wat, ja, wat zoeken, hè, afscannen. Voilà, eenmaal dat je dat gevonden hebt, dan is het genieten, jong. Genieten van het zicht en het geluid van de variometer. Plus 5 meter per seconde. Hey. Dat is genieten, joh. Nu op 1600 meter. En terwijl ik al klap ben, kijk, nu zitten we op 1700 meter. Zo gaat dat, hè. Zo zijn we aan het stijgen, hè. 1750. Dus aan 5 meter per seconde gaat dat rap vooruit, hè. Af en toe een keer een 4. Ja. En een keer slik, hè, voor door te klappen. 1800 meter. Ja, lama. Allee, het is op. Even op, jongen. Concentratie weg. Come on, jongen. Come back. Where are you? In dat geval, dat top is, en we vinden niet meer terug, we proberen naar die wolk te gaan. Voilà ze. En die wolk, dat is eigenlijk het condensatiepunt van de luchtstroom. Dus met andere woorden, als je zo'n cumuluswolkje ziet, like dat, dan weet je dat er onder gaat stijgen. Hè. Dan je toch zeker met een die aan het vormen is. Hè. Dan het laatste punt is dan de landing. Hè. Dus hier onder ons is de landing. We bereiden dat voor, we kijken naar de wind en we zetten ons neer in. Dat is het plan. En nu zijn we op final. En is recht door. En aantrekken, remmen voor de final. Om een mooie landing te maken. Voilà, ze. Ja. En voilà, touchdown. Hoi Mathieu.